Ja, kerstbomen in de verkoop, maar deze mannen krijgen niet plat. Hier is voor jullie CV van Veel Bier, wat is dat? Hey! Kom eraan. Ja, dames en heren, een groot applaus voor CV van Veel Bier, wat is dat? Zit hier aan tafel, kijk dan als ze met jou komen, jongen. Hupte. Het is alleen jammer dat we het van het jaar niet op mogen drinken, hè, jongen. Een alcoholarme carnaval en jammer. Oh, een nek, joh. Zo. Helemaal uit dorst op de fiets met een auto? Met een auto wel, dat wel. Ja. Valt niet mee, hè, jongen, want het is wel heel glad, hè? Ja, maar gewoon in zijn een zetten en een beetje door en dan gaat je glijden. Wel, dan glijdt zo naar Ostrouw toe. En hoe is je in dorst met de optocht? Is ook niks, hè? Ja, ben je heel de carnaval niet heel veel geweest afgelopen jaar. Maar ja, we proberen het mooiste van te maken. Ze hebben ons het mooiste versierde huis. En daar zouden ze vandaag uitspraak over doen wie dat dan, is ge... Wie dat zo... Ik blijf hakkelen, jongen, niet normaal. Ik ben zenuwachtig. Ja, dat valt tegen, jongen, hier. Dat valt tegen. Maar, daar gaan ze vandaag bekendmaken wie dat dan is geworden. En dan ben ik uit de val, ik denk het ook niet. Nee, daar hebben ze iemand anders voor weten te paaien. Ja, hoe is iedereen, hè? Ja, dat kan, ja, ik kan niet op twee plakken tegelijk zijn. Nee. Hé, hey, maar CV van Veel Bier, wat is dat? Dat weet ik toevallig, want dat je dat er veel verpakte woorden was had. Maar ja. Jullie hadden grote wagens gebouwd. En ik hoor dat jullie vorig jaar jullie lustrum hadden gehad. 11 jaar wagens bouwen. 11 jaar in het vak, ja. Dat was, hebben in begin mei hebben toen hebben heel de bouwschuur omgebouwd tot grote feestzaal. Beentje naar dorst, empty bottles erin. En dat ging... Supergoed. Nee, dat is top. Eén maar 11 jaar alleen maar grote wagens gebouwd. Ja, we zijn begonnen. Ja, het jaar bind me er niet vast hoor. Maar begonnen met een wagen voor de discotheek in Dorst. Die ging weg, wel of niet. Dus daar hebben ze toen zijn ze daarmee begonnen. Uiteindelijk is dat toch het bloed gaan kruipen waar het niet later kan, zeg maar. En toen zijn ze toch maar door gaan bouwen. Oké, joh. En nou bouwen we elk jaar gewoon een grote wagen. Ja, ik wel mooi die wagens, want er zit heel veel hydrauliek in bij jullie. Veel te veel. Hè? Alles beweegt en doet. Ja. En dat is wel een mooie wagentje. Hey, maar 11 jaar grote wagens bouwen. Hoeveel keer al eerste prijs hier in Oshout gewonnen? Zeker 0 keer. Zeker 0 keer. Dus dat was op één hand toch wel bij te houden. Nee, maar wij komen eigenlijk elk jaar toch wel graag hier naar... Oostrouw toe om mee te doen met de optocht. Het was toch wel raar om vandaag dan gewoon in een eentje in de auto hierheen te komen hiervoor. Dat was toch best wel raar. Denk ik. En de laatste wagen, dat was een hele mooie feestcent met een paar kopjes erop. Wat was daar het motto van? Of, Nou, dat was ook omdat we 11 jaar bestonden. Afgelopen jaar. Maar de feestcenten konden onze eigen feestcent niet uit. Uiteindelijk hebben we toch wel nog net voor dat allemaal wel net niet mocht, zeg maar, hebben de wagen toch nog een keer opgebouwd voor het dorp. Want we waren vorig jaar wel eerste geworden in Dorst zonder mee te rijden, zeg maar. Okay. Dus wouden we toch nog wel even aan de mensen laten zien dat we toch iets moois hadden gebouwd. En dat hebben we toen gedaan. En diezelfde avond ging de horeca dicht. En toen begon de ellende, zeg maar. De ellende begon. Ja, niks aan te doen, jongen. We hopen volgend jaar dat we meer... Dat we met z'n allen weer los mogen. Maar ja, dit is bijten. Keien bijten, hè, voor iedereen. Is zo, dat kan nog wel. Ongelooflijk. Maar ja, wij proberen hier vanavond iets van te maken. Wij doen alle bouwende verenigingen, nodigen wij hier uit. En daar hebben wij ook vragen voor. Ja, ik had dat gehoord, ja. En wij hebben hier ook een vraag daar. En dan kan ik aankruisen. Jullie kunnen die mooie babbels trofee kunnen in wacht slepen. Met twee narrenkoppen erop. Dat is wel een ding, hè. Het zijn eigenlijk niet hele moeilijke vragen. Nou, dat weet ik niet. Maar we gaan het gewoon proberen. En als er een winnaar uitkomt, dan worden we van ergens opgebeld, jongen. Dus, nou, mooi. Ik denk dat we gewoon bij vraag 12 beginnen. Dat wou ik zeggen. Door welke straat komt Kaaien Donk sinds een optocht 2016 niet? Is dat A, de Kerkstraat? B, de Kaaiweg? C, de Sint-Vicentiusstraat? Of D, de Arendstraat? En ik heb een pennetje, maar dan maak ik het mee aan kruis. Die had ik, ja, oh, ik zou het echt niet weten, maar ik ga gewoon gokken. Oh, dat zou ik niet doen, maar goed, maar het zelf weten. We gaan naar de volgende vraag. Uit welk dorp of stad komt de vereniging De Botte Steegsgroep? Is dat A, Kattegat? B, Kluiverdijkersrijk?
C. Uilendonk. Of D. Totteringen. Wij gaan naar vraag 14. CV de Loltrappers reden in 2012 mee in hun eerste grote wagen in de Keienongse optocht. Hoeveel wagens zijn er sindsdien gebouwd? Is dat D? Elf. Het is ook zondag, hè? Is dat A? 10. Is dat B? 9. Of is dat C? 8. Wij gaan naar de volgende vraag. Wanneer reden BM de Leutappers voor het laatst mee in de grote optocht in de Keienongse optocht? Zo, dat is een moeilijke vraag. Wanneer reden BM de Leutappers voor het laatst mee met een grote wagen in de Keienongse optocht? Is dat antwoord A, 2004? Antwoord C, 2003? Antwoord B, 2005? Of antwoord D, 2 in 2002? Wij gaan naar de volgende vraag. CV Niemouw uit den Hout raakte tijdens de optocht wel eens een gevel. In welk jaar was dat? A. 2014. B. 2016. C. 2017. Of D. 2018. Wij gaan naar de volgende vraag. Oh, wacht even. Sinds een aantal jaren kennen we de vereniging BC Wanau uit Dorst. Nooit van gehoord. Hoe heette deze vereniging voordat ze onder een andere naam verder gingen? Is dat antwoord D, BC De Maarten? Is dat antwoord A, BC De Maart? Is dat antwoord B, CW De Matjes? Of is dat antwoord C, CW De Maarten? Wij gaan naar de volgende vraag. D. Van welke vereniging is de onderstaande wagen? Ik hoop dat je mama kan zien, mensen. Gij hebt hem daarvoor. Antwoord A, CV de Knopkoppen. Antwoord D, CV de Bottensteegsgroep. Antwoord B, de Bende van Allende. Of antwoord C, CV de Bierridders. Wij gaan naar de volgende vraag. In 2019 won CV Meematen de publiekstrijd voor de wagens. Met welke vereniging fuseerde deze vereniging in 2011? Is dat antwoord C, de Trappers? Antwoord A, CV de Loltrappers? Antwoord B, de Tappers? Of antwoord D, de Toppers? Ik hoef alleen maar ja of nee te zeggen, dan weet ik al genoeg. Wij gaan naar de volgende vraag. Welke vereniging bouwde met het motto een ledig stripje de onderstaande wagen? Is dat A, BM de Leutappers? Antwoord D, CV de Petrinaren? Antwoord B2, CV de Schuimkoppen? Of C met een ringelijst, CV het Rustelbos? Wij gaan verder met de volgende vraag. Uit welk dorp of stad komt CV Gekzat? Antwoord E. Oh, nee, die heb ik niet. Antwoord A. Kaaiendonk. Antwoord B. Kluiverdijkersrijk. Antwoord C. Totteringen. En antwoord G. Peerrijk. Is D ook goed? Nee, dat is goed. Volgende les dan weer. Vallen ze mee of vallen ze tegen? Ja. Ja. Dat klopt. We gaan naar de laatste vraag. Welke vereniging bouwde de onderstaande wagen? Kijk aan het zien, hè, jongen. Ja, een beetje. Komen de mensen thuis ook. Antwoord A, CV het Rustelbos. Antwoord Z, oftewel D, CV de Petrinaren. Antwoord B, CV de Truffelkus. Of antwoord C, BM de Leutappers. Nou, kan toch niet gemakkelijker, hè, jongen, deze vragen allemaal. Nou. Ik voel mijn SO Engels op school al niks, maar dit is ook pittig, hoor.
Het is pittig, maar... Moet ik hem weer aan jou... Te flauw is ook niet goed, hè? Nee, dat is waar. Het moet allemaal ook niet te makkelijk worden, hè? Hey, een laatste groet voor carnaval vierende nou. Dors, Kaaien nog bij elkaar. Wat wilde jij de mensen meegeven om toch nog een mooie carnaval te maken? Mensen, je moet gewoon niet mieten, maar gewoon gieten. Dus... Oh. Dat bedoel ik. Maak een groot applaus. En muziek. Zo. Ja, dan staat hij blij met weg. Hey, dankjewel. CV van Filmy, what is up? We hebben een mooi kratje bier meegenomen. Nou, dat komt wel goed. Hey, super. We zien jullie volgend jaar weer in de optocht.